Hey, hallo, Corine hier. Nou, dat is weer even geleden dat ik een gewoon videofilmpje heb opgenomen. Meestal zijn het lives via Facebook, maar nou staan er momenteel niet zoveel lives. Dus ik dacht, hey, dan gaan we weer lekker gewoon filmen. Er zijn nieuwe DIY-blocks uit van Studio Light. En dit is de Sunny Summer. En oh, wauw, ik vind deze echt helemaal geweldig. Ik heb er al een kaart mee gemaakt. Ik ga nu iets heel anders ermee maken. Zal ik hem laten zien? De kaart die ik gemaakt heb. Kan ik eigenlijk wel doen, hè? Ik kom er even bij pakken. Want die had ik al weggezet. Maar kijk dan naar die kleuren. Daar word je toch helemaal blij van. Zo mooi voorjaarsachtig. Kijk, en nou past hij op deze manier gewoon in de flop. Ik heb hem helemaal ruw zitten maken. Wil ik vandaag even niet gaan doen. Happy birthday. Een paar vlindertjes erop en klaar ben je. Kijk, want dit papier is gewoon van zichzelf zo mooi. Ik heb er nog een beetje op gespetterd. Alleen dat valt bijna niet op. Dus, nou, laat ik aan de slag gaan. Maar deze wordt wel weer heel anders. Die ik nu wil gaan maken. Die wordt wat, ja, wat sierlijker. Ik heb de stans van de Janine collectie. Die heb ik al uitgestanst. Nou, ik heb hier al het een en ander klaar. Ik heb ook nog wat veertjes weggelegd. Ik denk dat is misschien ook nog wel leuk om te gebruiken. Maar ik ga eerst even beginnen. Die moet ik niet te ver wegleggen, want die heb ik dadelijk natuurlijk nodig. Wat heb ik uitgestanst? Dit is de stans. Die is van de Craft Lab, de Essentials. En dat is een rechte CCL ESCD 524. En dat is een hele fijne voor leuke framepjes te maken. En aangezien ik vroeger alleen maar witte kaarten maakte en dan altijd framepjes maakte, dacht ik, yes, dat gaan we nu gewoon weer doen. Want als je deze dus, oh, ik krijg het niet te pakken, hier overheen, dan past die mooi. Nou, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan hem een beetje kleiner snijden, maar dat doe ik niet. Ik knip hem dadelijk gewoon even rondom weg. Vind ik, of ga ik hem toch iets kleiner snijden? Dat is misschien toch wel net zo makkelijk. Ja, dan moet ik even opmeten hoe breed dit is. Want dan wil ik, hij is breed 4,7. Dan moet hij ertussen vallen. 4,7. En hij is lang 8,7. Dus 4,7 bij 8,7. Nou, dan moet er dus van boven een randje af en van onderen. Want hij is net ietsje te lang. 8,7. Kijk, en dat is 9. Ik heb er net een nieuw mesje in gedaan, want ik dacht, mijn vorige mes was echt bot. 8,7. Dan zou die er zo tussen moeten kunnen. En dan 4,7, zei ik, hè. Nou, dan moet daar dus een strookje af. Hij snijdt nou weer mooi strak, hoor. Hier een centimetertje af. 4,7. Ga ik het dan halen? Ik denk het wel aan bloemen en takken. Ja, weet je dat er een klein stukje van de tak af gaat? Dat vind ik niet erg. Maar het is gewoon een smal dingetje. Kijk, dan hoef ik natuurlijk niks te knippen. Dan plak ik hem er gewoon zo in. Eens even kijken. Oh, dat is sneeuw. Oh nee, glossy effect. Dat heb ik helemaal niet nodig. Oh, ik heb mijn lijmflesje open laten liggen. Dat is niet zo handig. Want ik heb vanmorgen die ene af zitten maken. En toen dacht ik, oh, dan ga ik vast spullen bij elkaar zoeken. En dan ga ik er vanmiddag eentje lekker filmen. Gewoon even lekker rustig. De man is naar de hartrevalidatie. Niet dat hij er wat mee opschiet op het moment. Ik heb ook zoiets van, ja jongens, wat heeft dit eigenlijk voor zin? Als je nog eigenlijk niet precies weet hoe en wat je werkelijk hebt. Maar ja, goed. Baat het niet, het gaat ook niet. Dat is dan ook wel weer het motto. Dus ik heb zoiets van, oké, gewoon gaan. Hij wil zo graag vooruit. En ja, dat wil ik natuurlijk ook, dat hij dat doet. Maar dat ziet er, dan zien we nog niet echt. We zien er nog geen vooruitgang in zitten, helaas. Kijk, nou, die is klaar. Die kan even aan de kant.
toen had ik de gedachte, ga ik ook, dat heb ik gisteren zitten bekijken. Gisteren heb ik even een live gevolgd van Jeanette Blauw. En die was met gesso bezig en die had dat in een potje gedaan. En ik zeg, waarom in een potje? Ja, later was het duidelijk. Maar ik denk dat ik nu deze keer, ik heb het bij de andere niet gedaan, heb ik hem reel gemaakt. Ik denk dat ik hem deze keer ook even een beetje door de gesso ga halen. Nou, er zat wel het punt dat dat dan weer even moet drogen. Dus wat heb ik bij elkaar gezocht? Ik kan moeilijk doen, ik kan makkelijk doen. Ik heb gewoon een pot. En ik vind het dan eigenlijk handiger dat het gewoon vanuit de pot een kloddertje hierop. En dan pak ik het daar wel weg. Niet te veel. Ik ben ook wel van mening dat overdaad ermee schaadt. Maar... En ik heb van die oude sponsjes. Ik denk, och, dat ken ik ook wel. Tenminste, oud, hij is nog nieuw, zoals je ziet. Maar dan komt er niet zoveel aan. Ja. En dat is het dus wel. Nu zit mijn klodder eigenlijk te veel in de midden. Nou, prima. En omdat het natuurlijk op wit papier en veel witte bloemetjes... Het moet niet heel veel hebben, maar het is wel leuk dat er wat op zit. Nou, die gaat dadelijk gemat worden op een witte. En dan komt een. En dan heb ik deze uitgestanst. Er komt nog een dingetje op natuurlijk, een reinforcer. Of ik misschien doe ik er wel een. Kan ik ook nog wel doen. Toe, wat wilde ik nou zeggen? Deze heb ik gestanst uit de JMA collectie. Dit is al een oudere. Dus het is Craftlab met JMA. Ik vind dat het allemaal gewoon bij elkaar past. Want je hoeft niet te zeggen van dit is... Nou had ik bedacht, deze ligt aan de voorkant. En de achterste blauwe daarvoor. Dit is hip of dat is modern. Want ik vind die schulprand vind ik ook wat klassieker. Dit is natuurlijk een hele klassieke. Zit er nog een dingetje in, zie je dat? Oké. Ik zit gewoon weer met de verkeerde prikpen, zie je wel. Want ik moet natuurlijk wel die van Studio Light pakken. Hoppa. Even meten. Meten is weten. En hoe breed is dit gedeelte? 12,5. Als ik hem 12,4 hou. Bij 12,4 zou die dus moeten passen. En dan ga ik dus de donkere blauwe van pakken. 12,4 bij 12,4. Dus wordt mijn bovengedeelte... Oh, wacht even, die wordt dan 12 bij 12. En daar had ik de gedachte bij dat ik dan dit bewerkte blauw pak. Dus, als ik hem nu op de 12 zet. Ja, en dat is misschien wel zonde hoor, maar ik ga het toch doen. Ik wil een stuk bloem. Hopla. Niet nadenken, gewoon snijden. Maar ik wil niet heel de bloem. Dus ik wil een stuk bloem in de hoek. Dit gedeelte vind ik mooi. Zo net die tak. Omdat er al een... er komt al bewerkpapier extra op ook. Hij snijdt mooi jongens. Ik heb weer een nieuw mes erin. Dat scheelt of zo hè. 12 bij 12. En dan gaan we van de achterkant het blauw pakken. Want ik had ander blauw. Maar dat vind ik dus weer net niet mooi. Nou als ik dat dan 12,4 bij 12,4. Hoe komt daar nou lijm aan? Dat begrijp ik even niet. 12,4. Dat is het fijne van die blokken. Hè? Je hebt gewoon gelijk je basispapier erachter. Dus wat heb je nodig? Gewoon je cardstock. Waar je je kaart op wil maken. De kleur. Nou ja, ik doe het dan deze keer gewoon op wit. Omdat ik dat witte gewoon mooi vind. Maar je kan het natuurlijk met alle kleurtjes doen. Ik moet echt even die klodder een beetje aan de kant gooien. Want dat is gewoon niet fijn. Ik dacht dat dit de handigste manier was. Maar is het niet. Anders ga ik het gewoon hier aan de achterkant op mijn werkbladje doen. Kan natuurlijk ook. Dan zien jullie het wel niet. Maar als ik dan nodig heb, pak ik het daar wel van. Dan is het niet zoveel.
En dit hoef je niet te doen, hè, maar ik vind het gewoon eens een keer leuk. De ene keer of de andere keer dan. Vroeger deden we alles gewoon met. Kijk, dit vind ik nou eigenlijk weer te veel. Maar goed, dan wrijf het dus ook weer af. Hoppakee. Weg is het. En dan moet ik natuurlijk niet overal dat ding wegleggen. Want dan wordt het wel een hele bende op mijn blad. Kijk, het is natuurlijk een soort primer. Dus ik moet ook wel oppassen dat niet heel mijn zeil naar de galamise gaat. Deze plak ik gelijk op. En deze komt hierop. Waar was mijn lijm? Verstopt. Dus die komt daar. Ja. Deze komt er gewoon op. Ik moet even verzinnen. Ik wou mijn tag erachter verstoppen. Maar aangezien ik toch nog niet weet welke kant. Kijk. Dat is daar. Nou, en dan gaan we met deze verder. Kijk, en dan kan je zeggen, ja, ik vind het wel mooi, de gesso eraan, en ik vind het niet mooi. Dat is altijd smakenverschillend. Maar dat is met alles. Gelukkig. Anders zouden we allemaal in dezelfde kleding lopen. Nou, dan werd het een saaie boel op de wereld. Ik bedoel, ik hou bijvoorbeeld van... je ziet mij vaak in de vest, maar ik hou bijvoorbeeld heel erg van een panterstructuur, bij wijze van. Nou, deze komt dus hierop en die plak ik nog niet vast. Dan komt die zo. En ik wil die daar, maar ik wil hier ook nog een strook papier. En dan weet ik nog niet of dat ik deze hierin ga stoppen aan de zijkant of aan de bovenkant. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Zijn er twee? Misschien doe ik er wel twee op. Kan ik ook doen, hè? Dat ik er één aan de ene kant en één aan de andere kant. Dan moet ik even verzinnen. Ik denk het niet dat ik dat doe. Ik vind die erg leuk. Nou, en wat had ik dan bedacht? Gewoon een strookje van dit groen. Dus, en ik heb geen idee hoe breed dat wordt. Dat wordt ook niet al te breed, want dat vind ik niet mooi. Maar ik wilde dit lichtere kleurtje. En ik denk dat zoiets breed zat is. Geen idee hoe breed ik dan ben. 4 centimeter ongeveer. Nou, dan heb ik natuurlijk ook nog 4 centimeter. En hij was 14, hè? Dan pak ik het lichtste. Hij was 14, mijn designpapiertje. Ho, mijn shirt zit er helemaal tussen. Al die kleine stukjes kun je bewaren, hè? Want wie weet waar je het nog voor gaat gebruiken. Kijk, die komt hier. Zie je, dan heb je toch in ieder geval daar die bloem. Dat vond ik gewoon leuk. Nou, die komt daar. Dan heb ik nog nodig wit kaartstok. Strookjes. Is dit lang genoeg? Jee! Laat het ook eens een keertje mee zitten. En ik doe daar gewoon geen randjes. Alleen maar gewoon een strak strookje. Want anders worden het overal randjes en verschillende kantjes. En daar had ik nou niet echt... Dan wordt het te druk naar mijn zin. Daar hou ik niet van. En aangezien het mijn kaart wordt, kijk, vind jij dat nou wel leuk? Ik heb laatst een online workshop mogen verzorgen. En dan zie ik dus allerlei voorbeeldjes van voorbij komen. En dan denk ik, oh wat grappig, die houdt dus van drukker. En niet dat het niet mooi is, hè? Want ik vind het prachtig, maar het is niet mijn kaart. En zo houdt ieder van zich voor zich van zijn dingetjes. Ja. Nou, daar komt dus het wit aan de achterkant tegenaan. Nou, dit is altijd wel een gevies, ik vind ik, hoor, met dat gesso. Maar ja, dat is het natuurlijk ook als je gewoon een bruin randje gebruikt. Dus wat dat betreft maakt dat niet uit. Was deze te breed dan? Oh ja, ik zie het al. Ik denk al, hoe kan dat nou? Ik heb hem nog niet op maat gemaakt. Huh, heb ik dan de verkeerde misschien gepakt? Nee toch? Nee, want dit is het groene.
Oh, dan moet ik hem nog op maat maken. Maar dat maakt niet uit. Zo gebeurt. Snijden we er gewoon dadelijk gelijk af. Ik zit ook nog te twijfelen of ik daar een strookje kant ga doen. Ik denk het zomaar. Ik vind het zulk lieflijk papier. Dat verdient gewoon een kantje. Komt sowieso wel een hele mooie strik op. Ook dat vind ik er gewoon heel goed bij passen bij deze. Zo. Nou, ik moet zeggen dat Madame Truus zich op het moment redelijk gedraagt. Ik moet even mijn pincet erbij, want dit gaat zo niet. Hopla, dit even naar de bovenkant. Het is veel te lastig allemaal. Deze komt hier. Ja. Gewoon niet nadenken, plakken. Ik heb geen idee en normaal gesproken doe ik dit ook zo. Dus nu ook. Ietsjes hoger en ietsjes breder. Dan kan ik dat er aan de zijkant af meppen. Kijk, dan komt die daar weer overheen. Nou, hoe lieflijk. Ik ga daar maar een kantje overheen zetten. Ja, ik vind dat toch wel mooi, denk ik. En een parelrandje. Maar dan moet ik nog even naar de andere kast. Dat is voor jullie niet erg, hè? Je wacht wel even. En ik denk dat jullie het onderhand wel weten. Maar voor degenen die het niet weten, als je in mijn beschrijving kijkt op mijn YouTube filmpjes, dan staat daar meer. En als je daarop klikt, dan zie je dus allerlei linken. En als je via die linken bestelt, nou ja, dan doe je mij ook een pleziertje. Dan krijg ik een kleine bijdrage. Het kost jullie totaal niks extra's. Het is misschien niet je winkel waar je normaal zou bestellen, maar ze hebben er gewoon ook ontzettend veel. En ik word er gewoon een klein beetje mee geholpen. Dus dat is, voor mij is het fijn als je doet. Even kijken hoor. Nou is het hier weer afgegaan natuurlijk. Dus dan moet je wel weer aanvullen. Nou, en deze komt natuurlijk niet in zijn geheel vast. Even kijken hoor, hoe ging ik dat nou doen? Ja, die bloem komt zo. Laat ik nou even goed nadenken wat ik aan het doen ben. Maar ik wilde nog een kantje. Dat was het. Kantje. En ga ik er dan een hele kant overheen zetten? Of ga ik er alleen zo een randje? Ik denk alleen zo een randje. Ja, maar die is te kort. Even kijken wat ik nog heb. Dit is ook te kort. Ik heb hier van alles nog liggen. En dit is precies goed. Dan ga ik hem gewoon wel op de andere manier vastzetten. Zoals ik het vroeger altijd deed. Dat maakt ook helemaal niet uit. Ik had eigenlijk van dat hele smalle tape. Ook daar even naar op zoek. En dat werkt toch wel weer net wat fijner. Even kijken hoor. Hier hebben we hem. En dan breng ik gelijk mijn parelrandjes mee natuurlijk. Want dat is één keer lopen. Hapsakee. Dit is dubbelzijdig tape. 3 mm. Dat vind ik net wat fijner voor mijn parelrandjes. En mijn, daar moet je niet van die hele brede onder doen natuurlijk. Deze is ook van Studio Light trouwens, hè. Dus die doen we even langs het bovenkantje. Moet ik even kijken, want hij zit natuurlijk nou met een klein stukje aan elkaar vast. En dat wil nou niet van mijn vinger af. Dat is nou weer wel vervelend. Hopla. En waar is nou mijn beginnetje? Daar. Zo. En nou maar hopen dat Truus niet alles bij elkaar sloopt, hè? Ik moet zeggen, tot op heden doet ze het netjes. Maar laat ik dat nou maar niet al te hard roepen. Want je zal altijd zien dat het dan net verkeerd gaat. Maar tot heden, ja, kan ik wel zeggen, is het een braaf hondje op dat gebied. Ze sloopt wel haar eigen knuffels en haar eigen speelgoed. Nou ja, goed, dat mag. Daar krijgt ze het voor om mee te spelen. Even zien hoor, ik wil hem tegen mijn wit aan hebben. Zo, en hij is natuurlijk iets te breed. Maar dat wist ik al.
Dadelijk komt die andere er ook weer overheen. Dus dan zie je dat ook weer niet meer. Hè? Dan houdt hij hem ook weer gewoon lekker goed vast. Nou, nog een randje voor de pareltjes dadelijk. En die haal ik er alvast wel af. Ik ga hem ook gedeeltelijk opplakken. En waar ga ik hem in doen? Welke kant? Dat is even nadenken. Voor mijn gevoel is rechts het beste kantje. Dus ik doe hem even alleen maar een klein stukje daar. Leg ik hem vast. Leg ik hem erop, zo. Kijk. En dan plak ik hem even met de andere tape. Die is wel wat elastischer. En wat hoger. Oh, my goodness. Alles gaat verkeerd. Ik heb hele brede. Ik wil die smalle bewaren. Kijk nou hoe vies. Komt dat zo in het stof ligt. En daar ligt van alles bovenop iedere keer. Dus het ziet er eigenlijk niet uit. Normaal zou dat er zo niet uitzien. En mijn foamschaar. Hoor eens even wat een herrie. Dan komt dat er ook van alles al op zit. Nou gaat mijn buik ook nog knorren. En aangezien ik al gegeten heb, kan dat niet. Heb ik hier nog een lange. Waarom doe ik nou deze tape? Daar zit al een ietsjes verdikking in. Dus dan vangt hij dadelijk dat net op. Dit is al iets hoger. Dus ik hoop dat ik het er dan mee red. Anders moet ik het met foamtape gaan doen. Daar had ik nou eigenlijk niet zoveel zin in, omdat dat dan weer te dik wordt. Maar goed, ik ga deze nu even kijken hoor. Hij moet natuurlijk wel iets of wat ruimte hebben. En dan zet ik hem zo. En hier ook op die manier. En dan kan die wel iets nog wat spelen. Dat is niet erg. Als er iets speling in zit. Vind ik het te veel, kan ik er dadelijk altijd nog een klein strookje. Maar ik moet hem natuurlijk op een wit. Dat is wel heel veel hè. Zal ik er nog een smalle rode tussen doen? Had ik toch net ook al te pakken of niet? Had ik alleen maar smalle witte? Oh, smalle witte. Ik ga toch die rode er ook nog bij doen, die smalle. Oh. Alles zit natuurlijk altijd allemaal onderop. Hoe vervelend kan het zijn? Het is net zo dik, zo hoog zal ik maar zeggen. Het is net ietsjes dat hij hem nog net iets beter opsluit. En ik moet opletten, want ik moet hem natuurlijk niet smal maken. Want er komt ook nog een strookje. Dus ik plak deze gewoon hier tegenaan. Zo. Dat is het beste. Hoppakee. Dat is natuurlijk nou ook niet echt handig. Hè? Nou staat mijn dingen gewoon open. Mijn gesso, dan wordt het zo droog als ik weet niet wat. Nou, dit gaan we even opplakken. Kan dan er maar op zitten, zullen we maar denken. Even aanduwen, want anders krijg je dat rode dingetje er niet af. Eigenlijk zou ik er even met mijn vouwbeentje overheen moeten gaan. Dan gaat het net wat makkelijker. Ik moet ook zeggen, ik heb natuurlijk van die lange, dikke nagels. Hopla. Dan is het net wat lastiger om te pakken. Maar het gaat wel hoor. Niet te moeilijk doen hè. En dan brengt het dadelijk. Om die tekst ertussen te doen. Ik denk ja. Is toch eigenlijk ook zonde. Dat blijft allemaal maar zitten in die. Daar moet je wel wat mee verzinnen. Natuurlijk hoor, er komt nogal meer met dit blok, al mits ik tijd heb. Ik denk het wel hoor, er zal misschien nog vast wel een live komen of zo ermee. Denk ik zomaar, binnenkort. Geen idee. Ik weet ook nog niet wat ik daarbij moet gaan doen. Weet ik nooit van tevoren. Althans niet heel lang van tevoren, laat ik het zo zeggen. Dan moet ik natuurlijk niet vergeten om mijn dingen af te knippen. Mijn te brede kant.
Ja, sorry hoor, dan zit ik gewoon buiten beeld te knippen. Ja, dan kan het ook wel zijn dat dat niet zeer interessant is hoe ik een stukje kant wegknip. Dat denk ik dan. Nou, voor de zekerheid doe ik er gewoon ook nog lijm op. Want als tape plakt, dan plakt het en dan kun je niks meer. En nou kan ik nog eventjes een beetje schuiven. Nou, ik wil hem dus aan die kant. Jij eraf? Kom. Ik heb jou nog niet nodig. Dat zei laatst iemand op Facebook. Die vond, ik had een kaart gemaakt natuurlijk bij de live met de zonnebloem van de Sunflower Kisses. En toen schreef ze, ik vind hem wel mooi. Ik zie liever je kaart met kantjes en randjes. En dat is ook gewoon wel weer persoonlijk, hè. En ja, weet je, ik kan natuurlijk niet altijd alleen maar doen wat ik leuk vind. Ik krijg van allerlei dingen om te promoten. En trouwens, dat zijn ook dingen die ik ook leuk vind. Want zo gaat het nou gewoon wel. Het is niet zo wat ik dan anders maak dat ik dat niet leuk zou vinden. Hier doe ik een stukje extra tape op. Dit is de bovenkant. En dat doe ik speciaal omdat dit natuurlijk weer verhoogd is. En dan plakt het niet vast. Dus dat is dan een beetje irritant. Ook daar doen we gewoon. Ik ben mijn flesje vergeten te vullen. En aangezien ik behoorlijk wat aan de hobby geweest ben de laatste dagen. Het is ook niet echt weer om wat anders te doen. En ik heb het vreselijk in mijn rug gehad. Dus dan ga je ook nog niet iets opzoeken. Ik denk op deze manier. En nou hoop ik dat mijn wit een beetje recht is. Kijk, en dan plakt hij mooi vast. En dan kan ik hier mijn parelrandjes over doen. En dan vind ik dat eigenlijk net niet mooi. Misschien plak ik hem er wel gewoon overheen. Er mag best wel een brede op, hè. Voor deze te breed. Nee, het wordt niet te breed. Dan plak ik hem gewoon eroverheen. Want anders, ja, dat plakt natuurlijk niet. Dat is het irritante. Ja, anders moet ik, dat vind ik eigenlijk niet mooi. Nee, dat doe ik niet. Dan moet ik even voorzichtig proberen. Even kijken, met een klein mesje. Om de tape een stukje weg te halen. Natuurlijk niet mijn mal. Maar ik vind dat bling bling hieronder niet mooi. Moet je zeggen, ja, moet je daar nou op letten? Ja, ik zie dat. En dat irriteert me. En nou zie ik alleen kant. Dus ja, dan lossen we het maar zo op. Even kijken, want die zit nou natuurlijk mooi vast. Dat was niet de bedoeling. En ik denk dat ik hem nou weg heb. Ja, nou blinkt het niet. En nou vind ik het beter. Dus nou kan mijn parelrandje er tegenaan. Even kijken hoe breed ik kan hebben. Oh, kunnen er maar 3 op. Nou ja, genoeg is genoeg, hè. Tja. Ik bedoel, je kan er meer op willen doen, maar als het er niet meer op past, dan houdt het op. Oh, hier zit een lelijke knoop in. En dan moet ik hier even opletten hoe breed ik hier kan. Ja, dat komt een beetje knullig uit. Maar ik wil wel op een hele parel uitkomen. Dus ik laat hem er maar even overheen hollen. Ook dat maakt niet zo heel veel uit. Hopsa. Kijk. Nou, dit is al meer co, hè, wat jullie gewend zijn. een mooie strik erop. En ik heb van dat leuke tulegaas, dus ik ga er een tulegaas strik op doen. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk spul. En het is niet wat ik vroeger had van wat van mijn oma was. Helaas, pindakaas. Dat is gewoon niet te koop op het moment. Maar ja, dit is er, dus we doen het hiermee. Ik heb ook wel heel mooi organza. Had ik ook kunnen doen. Maar ik ga voor de tulle. Dan moet hij wel willen strikken. Jongens, het is net of ik hele vieze nagels heb, maar er zit een plaklaagje. Ja, als je dat zelf doet, gaat dat op andere manieren. Althans, ik heb een ander spulletje.
Ik heb dat ik het er niet af hoef te veilen, want mijn nagels gingen helemaal stuk. En dat vind ik zo'n zonde. Dus. Zo, ik vind hem zo wel mooi qua grootte. Denk ik zo. Die komt daar. Zonde, hè? Knip ik weer een heel stuk eraf. Ja, ik kan het ook niet helpen. Het komt zo uit. Het is wat het is. Meer water dan vis. Zeggen wij altijd. En dan moeten die jongens lachen. Kom maar weer met de opmerkingen. Ja, maar het is toch zo? Er zit gewoon veel meer water op de wereld dan vis. Hoe weet jij dat nou? Ik zei nou, dat denk ik zomaar van wel. Die komt hier. Heel erg mooi. Oh, mag je niet van jezelf zeggen, hè? Of wel? Die kan ik matten. Dus ik had nog een strookje wit. Oeps. En ik denk dat die daar wel op past. En natuurlijk past die daarop. Dus die plak ik even vast. Want anders vergeet ik hem dadelijk gewoon er helemaal tussen te doen. En die doet ook gewoon mee, hè? En dan heb ik al... Hoe heet dat? Mijn lijmpistool staat al aan. Ik heb al een parelrandje. Die gaat er niet op. Nee, Ko, we gaan niet overdaad schaten. Dat doen we niet. Stanser. Althans, ik zeg altijd stanser, maar het is geen stanser natuurlijk. Hè? Snijapparaat. Nou, ik kan zo wel ongeveer mee leven. Ik denk dat hij ietsje smaller moet aan deze kant. Want de andere kant is die ook ietsje smaller. Oh, niet te veel, Ko. Ik zou zeggen, nou wilt hij weer niet snijden. Dat heb ik al vaker hoor. Dan is hij een beetje dwars. Dat eraf. En dan moet ik hier nog een strookje eraf. Even kijken of dat het een beetje uitkomt. Ja. En dan deze kant ook. En dan ga ik hem zo even bekijken of dat hij een beetje naar mijn zin is. Want ik denk dat de andere kant net iets te breed is. Of valt het mee? Dus aan de bovenkant. Zie je, hij loopt ietsjes de taps toe. Dus hij moet van boven ietsje meer eraf dan van onderen. En zo is die beter. Nou, weet je, dit is allemaal handgesneden. Dus ik vind ook, dan moet je gewoon niet mieren. Dan gaan we even dit apparaat erbij halen. Ja, ik doe er gewoon een eyelet in. Nou, aangezien hier al een gat in zit, is dat niet lastig. Want dan gaat hij dus over het gat wat we al hebben. Dan doe ik een donkerblauwe. Dat vind ik eigenlijk wel het mooiste. Mijn doos is niet wat hij moet zijn. Maar goed. Kijk, ik heb zo'n doosje gekocht. En ik heb dat dan altijd weer als de pech heb. Want dan komt dat thuis. En dan is dat dan toch net weer stuk. Maar ja, ik heb dat in mijn koffer meegehad. Dus misschien is het wel stuk gegaan in mijn koffer. Ik miste een stukje plastic. Ik heb het stukje plastic ook niet gevonden. Dus het zit met schilderstape aan elkaar. Maar goed, maakt niet uit. Nou hoop ik dat hij er nog wel tussen past. Ja, dat gaat precies. Nou, dan schuiven we hem weer naar voren. Dit is echt ook... Ja, jongens, willen jullie met eyelets werken? Dan is dit wel een heel fijn apparaat. Vind ik, hè? Koop wel de goede eyelets erbij. Want als je de neppers haalt, die buigen niet rond. Kijk, ze moeten hier van achter rond buigen. En als je die neppers hebt, die buigen niet. Dus daar heb je niks aan. Nou, wat ga ik daar aan doen? Ga ik daar een klein stukje kant. En dan een heel... Ik had net een strookje kant hier liggen. Dat was nog kleiner. Dat wat beter pakken. Even kijken of ik het bij kan. Want oh, die rug. Niet klaar, maar dragen, zeggen we dan. En nou dadelijk voorkomen. Helemaal bang zal naar de knoppen. Oh, het is niet te hopen.
Moet zeggen, ik ben gisteren zijn we een boodschappen geweest. Het heeft ze ook lekker in de kamer gezeten alleen. Ze zeggen, Kees, we moeten het gewoon een keer proberen hoor. Je kan het beestje niet altijd in een bench of een bijkeuken opsluiten. Vind ik ook zielig. Ze moet gewoon zelf maar gaan bewijzen dat ze het kan. Nou, deze, dan pak ik een stukje donkerblauw van. Ik denk dat ik dat laat hangen eraan. Of ik doe daar een strikje op. Geen idee nog. In ieder geval eerst een knoop. Kanten door. Weet je, en dan is je tweezer gewoon heel handig. Hè? Waar is mijn tweezer gebleven? Oh my goodness. Ik heb zo'n mooie witte. Ja, nou zou je het toch gewoon, je zal ze toch? Heeft iemand gewoon mijn tweezer gepikt? Oh nee, toch niet. Ik kan wel zeggen, waar is mijn tweezer? Kijk, en dan... Oh, ja, het is zo lastig om te strikken. Maar nou houdt hij hem vast. En ik weet ook helemaal niet of het wel leuk is hoor, een strikje erop. Ik denk het eigenlijk wel. En dat is even aan elkaar halen. Even spelen met je touwtje. Jemig. Ik denk dat die nagels is echt een... Het kan soms heel mooi zijn, maar het kan ook wel vreselijk irritant zijn, hè? Dan gaat de zon ook nog schijnen. Hoe fijn is dat? Kijk, en dan moet ik hem toch nog aantrekken. Dan ga ik er dadelijk een kloddertje lijm op doen. Want ook dit gaat los natuurlijk. En dat wil ik niet. En dan komt daar gewoon een heel klein steentje op. Dus dat ga ik even doen. Even de hete lijm erop. En dan moet ik even zoeken, want waar waren die kleine steentjes allemaal? Ik heb pas alles weer verbouwd hier. Dus alles staat weer op plekken waar je het niet wil hebben. Nou, tenminste wel, ik wil het daar wel hebben, maar het is niet altijd handig. Vind ik deze leuk erop? Of pak ik er een uit de grote kist? Uit mijn grote kist, daar heb ik ook nog hele kleintjes. Dacht ik, of is die te groot? Nee, dat is te groot. Dan wordt het zo eentje. Ga ik gelijk doen. Ik haal deze doos weg, want dit is meer crème wat hierin zit. En dit is een witte. En weet je, dan zit hij gewoon gelijk goed vast. En dan blijft ook mijn strik zitten. Dan kan ik dadelijk mijn kantje nog wel een klein beetje uit elkaar halen. Zo. Anders dan ben ik bang dat mijn strikje loslaat. Oké, en dan ga ik denk ik hier voor een hart. Van hartjes gefeliciteerd. Nee, er komt helemaal geen tekst op. Nou, die komt hier tussen. Dat hadden we precies op maat gemaakt, hè. Dus, althans precies op maat. Ik heb gewoon gegokt. Gegokt en goed gegokt. Kijk, zo. Prima, niks meer aan doen. Dit moet nog een beetje schuin geknipt. Dat maakt het weer net een beetje speelser. Hopla. Kleine frutsels. Oelala. Kleine frutsels weg. En dan ga ik even kijken. Want ik wil dus hier die strik. Dus die doe ik er ook op. En ik denk dat ik dan daar verder niks doe. Oh, wat een mooi papier, jongens. Ik word hier echt heel blij van. En hier komen dus nog een paar van die pareltjes die er dus nog uitvloepen. Oh, dat is een verkeerde schaar. Er liggen er hier 86 garen. Continu de verkeerde. Dit er even af. Nou, en die kunnen dus per drie. Ik weet niet of ik hem per drie doe. Zeker niet die kant of wel. Jawel. En dan per twee.
En zo doe je dus best wel veel met die kleine dingetjes. Nou, dan doe ik dus altijd eerst een dotje lijm erop. En dan ga ik gewoon, ik leg het gewoon weg in de lijm. En natuurlijk, die lijm droogt. En die droogt soms te snel. En soms ook weer niet. Dan heb ik mazzel. Maar ik wil hem niet te ver deze kant. Ik wil mijn tulle eronder hebben. Dus die moet meer zo. Deze moet meer deze kant op. Zo. Fijn, ik gooi daar nou die parel bovenop. En dan in de goede hoop. En anders steek ik het er wel tussen. Dat de boel een beetje blijft zitten. Kijk, en dan kan ik hem nog wel een beetje verdraaien. Ik vind deze dus niet goed zitten. Die komt zo. Die zit wel goed. Die ook. Nou, helemaal top. Helemaal leuk. Beetje zo. Deze zit er net verkeerd om. Nou ja, goed. Het maakt het speels, zullen we maar zeggen. Nou, helemaal leuk. Dit touwtje kan ook wel een stukje korter geknipt. Want dat is ook een beetje te veel van het goede. En dan gaan we nog eens even kijken. Want dan kan er natuurlijk hier nog iets leuks van een bloem op, hè. En, hopsakee. Daar zitten natuurlijk plaatjes zat in. Hè? En deze vind ik dan uit weer too much. Maar dit bijvoorbeeld, dit plaatje. Ja, ik ben altijd dol van de takjes. Misschien komt hij wel zo, weet ik nog niet. En ik vind dit ook een heel erg liefelijk takje. Die heb ik daar iets groter. Even kijken hoor. Want ik wilde het met een losse bloem doen. Is die te groot? Gaan we iets kleiner? Misschien. Misschien meer dit. Wordt een beetje erg veel, hè? Of ik pak zo'n hoektakken met bloemen. Dat is ook wel op zich wel heel mooi. Dat ik deze erbij pak. Maar is dat de grootste? Had ik er hier niet één los? Ik denk dat ik die een beetje... Nee, dat vind ik te veel. Mijn idee, hè? Te veel. Too much is too much. Oh, dit zijn ook hele schattige bloempjes. Lastig verhaal. Lastig verhaal. Deze vind ik ook wel heel mooi. Dan is het wat anders. Even kijken hoor. Of moet ik gewoon niet te veel willen? Ik ga er gewoon het een en ander uithalen. Jullie worden hier heel... Ik weet dat er hier dames heel erg zenuwachtig worden. Die wordt het niet. Weet je, daar kan ik niks aan doen. Ik moet weten of het past, ja of nee. Of het staat, of het leuk is. En ik heb deze nog niet gemaakt. Dus ik, nou, dit vind ik wel leuk. Die bloem is gewoon te groot. Dat moet ik gewoon niet willen. Maar deze maat zou wel kunnen. Dit maatje bloem. Helemaal leuk. Ik ga het echt losmaken. Vind ik leuker dan een kant-en-klare. En dan doe ik... Ja, dat is wel een tik van mij. Dan probeer ik het dus, want deze is net iets anders. Probeer ik het wel hetzelfde. Stom, hè? Maar dat is nou gewoon mijn tik. Ik kan er ook niet aan doen. En dan had ik het liefst eigenlijk een paar van die bladeren. Dus die ga ik hier afhalen. Haal ik deze eraf. Haal ik gewoon een paar bladeren af. En wat moet ik dan nog hebben? Dat andere takje of zullen we dat zo houden? Die haal ik er nog wel uit. Misschien dat ik hem gebruik. Waar is die? Die zat helemaal van voren, hè? Ja, deze. Nou, dan gaan we kijken wat leuk is. Nou, dan gaat het blok aan de kant. Even kijken. Dit heb ik dus alleen de blaadjes van nodig.
Deze bloemen denk ik niet. Even kijken, want ik wil ze een beetje netjes knippen. En dat hoeft nou niet zozeer dat al het... Ofwel, moet het groen eraf. Ja, als je daaraan gaat beginnen, moet je het bij alle dingetjes doen, hè. En dat is wel even saai voor jullie om naar te kijken. Maar ja, daar kan ik ook even niks aan doen. Kijk, je kan hem laten lopen, de video. En je kan hem... Dan ga je gewoon even lekker een bakje koffie zetten. Doe je dat toch even? Kijk, dus zo vind ik de bloem mooier. Nou, die bessen komen dan uiteraard ook zonder het groene randje. Alleen wat er tussenin zit, dat haal ik er niet uit. Dat is echt te prutsig. En ik moet ook zeggen, dat komt gewoon onder, het meeste komt dan onder de bloem te zitten. Dus dat valt niet echt op. Zo, dat is één. Nou, dan schieten we heel eind op, hè. Ik geloof niet dat ik er een tekst op zet. Want ik weet nog niet waar die voor gaat worden. Nou, dit schiet al op. Dat zijn dus de bloemetjes. Die tak heb ik hier nog. Weet je wat het voordeel is van een tak? Die is toch altijd een beetje grillig. Dus... En ik vind hem toch veel te groot, dus ik knip hem hier al af. Dan prop ik hem er dadelijk gewoon zo tussen. Dan hoef ik ook niet al die rondjes af te knippen. Daar hoef je dan dus ook niet zo naar te kijken, hè? Want dat, ja, dat zie je toch niet. Je ziet geen begin of eind van een blaadje. Nou, en zo vind ik ze sowieso alweer veel mooier. Die ga ik niet gebruiken, want die vind ik veel te lastig knippen. Als ik er nog een bloem bij gebruik, dan wordt het deze. Ik denk dat dat ook gewoon beter past. Alhoewel, eigenlijk matcht alles, hè. Kijk, en ik weet het hoor, ik ben gewoon een mierenneukertje wat dat betreft. Ik vind gewoon, als ik... Ik heb er net een kaart gemaakt ermee. En daar zitten die groene randjes er nog wel aan. Maar dat was omdat het ja, best wel evenredig was en niet echt storend. Maar nou vind ik het storend. Ik had die takken toen ook onder de... Kijk, dan komt deze bloem zo. En die komt daar zo van onder. En dat bessentakje komt dan daar. Dat bessentakje daar. Dan heb ik hier nog een blad. En dan heb ik nog wat andere kleine blaadjes. En ja, dat wil ik ook nog even uitleggen. Kijk, er was laatst ook iemand die zei, waarom krijg ik nou ineens uitleg in het Engels? Weet je, Studio Light is een bedrijf wat dus hobbymateriaal maakt. En ik zit natuurlijk in het DT-team. En wij promoten dus alles van Studio Light. Maar Studio Light is niet alleen maar Nederlands, hè? Dus wij hebben ook promotiemateriaal nodig voor in het Engels. Want die buitenlanders, die verstaan mij niet als ik in het Nederlands praat. En dat zijn dus eigenlijk promotiefilmpjes die ik dus maak voor Studio Light. En die dus op hun kanaal terechtkomen, hun YouTube kanaal, Studio Light Movies. En die komen ook op mijn YouTube kanaal. En ja, dan is het een keer een filmpje in het Engels. Maar dan denk ik, ja, hey, wees gewoon blij dat ik... een extra filmpje heb, zal ik dan maar zeggen. En zoals de buitenlanders ook heel vaak moeten doen. Je kijkt naar mijn handen en je ziet toch wat ze doen. Misschien haal ik hier nog wel een paar van die mooie blauwe bessen van tussen. Maar dat kan ik pas zien. Als ik hem ga opbouwen. Dit vind ik ook nog een mooi blad. Je ziet dat ik best wel heel veel, ook al knip ik hem dan nu stuk... Ik gebruik er wel bijna alles van, hoor. En dit is ook nog wel een aardig blad. Misschien heb ik het niet nodig.
Maar ik heb hier wel twee hele mooie donkere bessen. En die ga ik er ook nog van tussen halen. Deze. Zo. Dus ja, dat is dan, ja, de Engelsen die vragen ook heel vaak van waarom in het Nederlands? Why not in English? Ja. Ook daar moet ik dan tegen zeggen, ja, sorry, ik heb heel veel Nederlandse volgers. En ik heb gelukkig ook buitenlandse volgers. En ik zou het trouwens nog wel leuk vinden, hoor, krijg ik er wat abonnees bij, want ik zit al een hele tijd een beetje rondom hetzelfde. Ik zou ook wel eens leuk vinden om die 6000 aan te gaan tikken. Moet toch eigenlijk ook wel eens een keer kunnen, denk ik dan. Nou, hoe gaan we doen? Dat ik het nog niet echt weet. Een beetje vormen. Dat het niet helemaal recht is. Dus een beetje knijpen. Ik ga daar eentje vastzetten. Ik zet ze gewoon vast hoor. Ik ga daar niet te veel over nadenken. Dat kan ook niet. Dan ben ik dadelijk anderhalf uur met dit bezig. Dat is toch ook geen doel. En weet je, het wordt altijd mooi. Kijk zo. En dan die ene bloem wilde ik dus hier. En die leg ik nu even los weg. Die bloem daar. En deze tak komt daar dus van achter. Dus die komt hier ook. Ja. En die andere die komt dus aan de andere kant daar van achter. Die zal dus net even anders vallen. Omdat dat takje natuurlijk de bocht meedraait. Maar dat vind ik wel prima. Nou, deze bloem. Nou weet ik niet wat er gebeurt, maar ik denk... Of er klopt iemand op mijn deur... Of Truus zit iets te doen wat niet mag. Ik ben gelukkig bijna klaar. Maar dan moeten die mensen ook maar even wachten. Hè? Ik ben bezig. Dat spijt me. En anders moet Truus even wachten. Ja, het zij zo'n beestje. Ja, ze vindt het niet echt leuk, geloof ik. Kijk, en dan kunnen die bessen hier nog. Zie je? Deze zit eigenlijk te lang. Die is niet mooi. Even terug. Oh, dan beschadig ik het gewoon. Maar dat is op zich niet zo erg hoor. Ik zie dadelijk niks meer aan. Hij is gewoon te lang. Zo moet iets ingekort worden. Oh. Nou word ik helemaal zenuwachtig. Nou, dan kan ik hem niet meer gebruiken. Dan zit hij helemaal onder de lijm. Dan plak ik hem aan mijn broek. Jammer. Ik heb gewoon een kortere nodig daar. Even dit eraf knippen. Hopla. Deze is korter sowieso. Dus die kan er zo tussen. Juist. Weet je, daar zie je niks van. Dat. En ik had dus deze besjes. Maar dan ga ik even kijken, want dan knip ik deze blaadjes maar even een stukje af. Het mooie van deze blaadjes vind ik dat ze niet echt een voor- en van achterkant hebben. Dus dat is wel fijn. Ja, ik denk dat ze aan het proberen is om eruit te komen. Kleine meid, ze wil naar mij toe. Ik snap het wel. Het is ook niet gezellig alleen natuurlijk, hè. Kijk, die daar nog. Dan komen niet allebei de beste erop, hoor. Dan wordt een beetje te veel, denk ik. Die komen hier nog van achter. Dan heb ik hier het puntje plat. Even vormen. Oh, die is te groot daar. Oei. Dan komt die hier. Oei. Ja, zo. En dan heb ik daar een kleintje, twee kleintjes nodig. Dus die knip ik echt even kort. Ik heb daar nog een kleintje. Oeps. Of eentje. Kan ook.
Mijn blad wil er niet onder. Maar zo wel. Dus als ik hem nou gewoon even met een beetje lijm vastzet, zit hij ook vast. Nou. Hapsakee. Nou, hoe een lief toefje is het zo geworden. Ga ik die er nog tussen doen? Ergens? Dat is eigenlijk zonde, hè? Want ik weet zeker, als ik dit dus ga bewaren, dat gaat kwijt. Maar is het nog nodig? Nou, daar kan die wel. Dan ligt die er een beetje onder. Ja, ze is het er niet mee eens. Ze zit echt te huilen. Maar goed, het maakt niet uit, want ik ga ze nu zo halen. Mijn kaart is klaar. Ik vind, hier hoeft helemaal niks meer op verder. Hij is gewoon hartstikke mooi zo. En ja, wat ik nog wel zou kunnen doen, is een heel klein beetje wit erop spetten. En dat ga ik nog wel even doen. En dan is het ook echt... Moet ik hem even daar... Hopsa. Oei. Hij moet niet te hard spetten. Kijk, dat maakt het op die bloem net een beetje speelser. En op mijn blad. Hopla. Ik zeg, niks meer aan doen, Ko. Want dan ga je hem verknallen. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Doei doei.